Gaan we verder met een hele actuele zaak. De politie wil met spoed weten wie de persoon is die hier vorige week woensdagochtend vroeg door de binnenstad van Zwolle fietst. Diegene zien we hier afremmen en stoppen en dan iets prutsen bij een deur. Dit is die voordeur van een café aan de Voorstraat daar in Zwolle. Daar bleek een handgranaat aan te hangen. Een echt exemplaar die bij explosie grote schade had kunnen aanrichten. De explosieve opruimingsdienst haalde de granaat uiteindelijk weg. En nu snapt u meteen waarom de politie wil weten wie die fietser is. Die heeft vorige week woensdagochtend rond 2:30 door de binnenstad van Zwolle gereden. Het eerst bekende punt waar diegene heeft gefietst is vanuit de Roggenstraat. We zien de fietser het eerst als hij of zij vanuit die Roggenstraat richting de Grote Markt afslaat. De onbekende persoon steekt die markt hier over. Wie is dit? Kijk ook meteen naar die fiets natuurlijk. Daarna komen we uit in de Voorstraat waar het allemaal gebeurde. Dit moet het moment zijn geweest dat die granaat aan de voordeur van Café Bruut werd bevestigd. Wanneer de verdachte op ons affietst, is te zien dat de kleding een beetje glimt. Het lijkt een regenpak. Dan snel weg. De fietser is daarna, woensdagochtend 10 oktober, hebben we dus over de Korte Kamperstraat ingereden. En dan uiteindelijk naar de Kamperpoortenbrug. Wie heeft er enig idee wie hier kan hebben gefietst? Of waarom diegene betrokken is bij het achterlaten van deze granaat? Kijk naar de manier waarop diegene fietst. De fiets zelf, alles helpt. Wie heeft deze onbekende persoon gezien rond 2:30 in de binnenstad van Zwolle? En uiteraard hoopt de politie ook met spoed van mensen te horen die weten waarom iemand het blijkbaar nodig vond om een granaat achter te laten bij juist dit café. Dus wie of wat zit hierachter? Nog een keertje de beste beelden van deze onbekende fietser. Wie is dit? De beelden staan vanaf nu op onze site. Een tip doorgeven kan dus bij de tiplijn, vertelden we al. Bellers die anoniem willen blijven kunnen terecht bij meldmisdaadanoniem 0800 7000.